Hallo, ik ben Ron Mostaert van trompetlesvanron.nl. In deze eerste video leg ik je uit wat een trompet is. De trompet is een blaasinstrument uit de familie van de koperinstrumenten. Het trompetgeluid ontstaat doordat de lippen die tegen het mondstuk geplaatst worden met de adem in trilling worden gebracht. De meeste trompetten zijn gemaakt van geel koper. Dit koper is samengesteld uit 70% koper en 30% zink. De trompet kan ook gemaakt worden uit rood koper. Dit is samengesteld uit 80% koper en 20% zink. Dit rode koper heeft een iets zachtere klank als het gele koper. De trompet klinkt vrij hoog en heeft een heldere, doordringende toon. De trompet is ongeveer een halve meter lang en dan meet ik vanaf het mondstuk tot aan de beker. De totale lengte van de buis hangt eigenlijk af van de stemming van de trompet. De totale lengte van een trompet gestremd in C is 116 centimeter. Een trompet in D meet 104 centimeter. En de meest gangbare trompet is die de trompet in Bes. Deze trompet meet 131 centimeter. De totale buis van het instrument kan verlengd worden door het indrukken van een ventiel. En als een ventiel ingedrukt wordt, dan verlengt hij de lengte van de hoofdbuis. Want dan komt er een klein buisje bij. Net zoals bij de meeste koperen blaasinstrumenten eindigt de trompet in een trechtervormige beker. De trompet heeft van oudsher een cilindrische buis die een scherpe klank voortbrengt en wordt daarom tot het scherpe koper gerekend. Door de eeuwen heen zijn de mondpijp, dat is dus het eerste gedeelte na het mondstuk, en de beker echter steeds meer konisch geworden om het instrument makkelijker te kunnen bespelen. Wil je meer weten over de trompet of wil je trompet leren spelen? Kijk dan op trompetlesvanron.nl. Tot ziens. Ik ben Ron Mostaert van trompetlesvanron.nl.